Michael Jackson met de triller. En dat was een speciaal. Eind van die verzoekjes, of niet? Klopt. Goedemorgen. Stel de vuur en uh, ja. vertel hoe ze vuurkeums vinden. Ik weet dit, maar de lustra's uh, toest nog niet. Nou, ik ben Thijs Jansen mm -hmm. En ik kom mij in naam van Stichting de Opkikker. Stichting de Opkikker. Wat is Stichting de Opkikker? Wat duidt Stichting de Opkikker? Uh, even kijken. Die helpen Kinger. Die best wel ernstig ziek zijn. Ja. En hoe helpen ze ze mee? Met een uh, leuke dag. Met een dag. oké, oh, wat leuk. Ja. En, en wie kwam toen nou op die Stichting Opkikker terecht? Ik heb er zelf mee te maken gehad. Die is zelf een ziekte gehad en toen was Stichting de Opkikker er voor dicht? Ja. Oké. Okay. die is dus ook ooit een keer een leuke dag gehad, een keileuke leuke dag. Ja, er zelfs wel meer leuke dagen hebben gehad. Maar bedoel, ja, de Stichting de Opkikker voor dicht een leuke ja. dag verzorgd en toen dacht ze er gewoon niet meer voor inzetten. Klopt. Ah, oké. Okay. En, en wie zet Sticht er voor in dan? Uh, ik samen oude mobiele telefoons in. Dicht verzamels oude mobiele telefoons. En, en waarom? Wat, wat, wat kan ik gedaan Ik Bedoel, als ze het niet meer doen, doen ze het niet meer kloor. Nee, die gaan ze her, die gaan ze de ijzerwaren gewoon struithalen. halen. Mm -hmm. En dan gaan ze door het geld wat ze dan met kriegen, gewoon ze er weer mee blij maken. Oh, dus in, in, in die mobiele telefoons zitten van allerlei metalen en zo die ja. ze nog kennen hergebruiken. Ja. Ah. En doe die in? Ja. En gaat het goed? Lukt het een beetje de inzameling? Jawel. Ja? Is er, is er, er al veel? Ik heb er al best veel, ja. Gewoon, ze kunnen tot 13 oktober kunnen ze inleveren. Oké. Okay. En dan ga ik ze opsturen. En dan ga je ze zo opsturen? Ook. Ja. En, en tot 13 oktober, het is nou de 5e, dus oh, nog ruim een week. Dus als iemand nog een automobieltje heeft liggen, dan kan hij het bij langs brengen of opsturen. Of, of ja, van mijn pad in, in, in naar de studio brengen, toch? Klopt. Ja. Oké, okay, waar moeten ze het hersturen? Um, onder, onder vermelding van Thijs Jansen. Ja. Veld Maaschalk, Montgomeryhof nummer 30 in Panningen. Mm. 59, 81, Eduard Rudolf. Ja. Oh, dan kunnen ze zich ze brengen. Ja. Oké. Okay. En, en uh, 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 wie wil, wil ze er eigenlijk? Hoop ze dat te krijgen? Wat, wat is die streven? Ja, wat is mijn streving? Zoveel mogelijk. Zoveel mogelijk. Kijk, ja, dat is toch een, 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 een nobel streven, Thijs. Ja, ja dat is een, een, een goede zaak. Dus Stichting de Opkikker, oh je mobieltjes, Stichting de Opkikker, de metalen weer hergebroekt. Dus niet in eigen mobieltje inleveren, dat zou je zing zien. De metalen weer hergebroekt en dan uh, 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 het geld wat over een euvelblieft, uh, dat het naar de stichting en die uh, kinderen met een, 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 een ernstige ziekte of die een, een leuke dag bezorgen. Klopt helemaal. Nou, mag ik je hartelijk danken, Thijs? Ja.